Verschillende jongerenpartijen demonstreerden woensdagavond bij het stadhuis in Nijmegen voor meer studentenhuisvesting. Volgens de betogers ligt een studentenwoningcrisis op de loer als er niet bijgebouwd wordt. Door de nieuwe regels rond kamergewijs verhuren worden sommige studentenhuizen gesloten. Betogers vinden dat niet kunnen omdat de woningmarkt voor studenten al beperkt genoeg is. Verder verwijzen ze naar de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. Hierin wordt aangegeven dat Nijmegen veel studenten erbij gaat krijgen. Daarom moet er volgens de jongeren huisvesting bijkomen. De betoging vond plaats voorafgaand aan een stemming over het bouwen van studentenwoningen. De desbetreffende motie is aangenomen door de Nijmeegse Raad. Het college moet nu om tafel met de Universiteit, Hogeschool en SSHN.